Wat ik van hem weet is al het, datgene wat we van hem meemaken op de televisie. En vond dat een, vindt natuurlijk nog, een hele sympathieke vent. Dus ik vond het erg leuk dat hij nu op de lijst voorkwam van te interviewen mensen. En wat ik eigenlijk hoop van het interview is dat ik hem wat meer kan horen over de wijze waarop hij zijn geloof, wat ook heel bepalend is, combineert en hanteert in de wijze waarop hij dat weer onderzoekt. He, het is een heel belangrijke rol in de levens van mensen, warmte en droogte en kou. En daar is natuurlijk toch ook veel misverstand over. Wat speelt toch God voor rol daarin? Ik vind het heel belangrijk om eens te horen hoe hij dat nou beleeft.